stuit het goed vertrokken. Ja. En nou proberen gelijk technisch goed te rijden. Hij gaat natuurlijk af en toe wel eens onderuit. Dat overkwam hem hier al bij de wereldkampioenschappen. Nu loopt hij een goede bocht. Het moeilijke onderdeel komt nog. Dat is niet de bocht die we net gezien hebben. Maar de snelheid op de 1000 meter is op dit moment het hoogste. En nu moet hij deze bocht doen. Dit is de moeilijkste bocht van Mark Tuitert. Maar die is hij voorbij. Opening was 16-7. Niet heel bijzonder. Ja, de opdracht is om technisch goed te blijven rijden. Niet te haasten. Conditie heeft hij genoeg. En ze zitten dik onder de 1-10. Eerste volle ronde, 25-4. En nu met een hele goede slotronde en nog de binnenbocht. En hij kan meelopen met Ward. Die rijdt op de kruising eigenlijk al naar hem toe. Is er nu al naast. Nou, Tuitert komt er nog eens aan uitschieten. Hij zit inderdaad al naast Ouardi. Barecor staat op 1-9-14. Hij gaat onder de 1-10 en Royal ook. En het wordt 1-9-29. Ja, dat is wel een goede tijd hoor. Keurige tijd. Daarmee zou hij een jaar geleden bij de wereldkampioenschappen brons hebben gehaald.